De asfalteringswerkzaamheden aan de Van het Hogerhuisstraat ter hoogte van het bedrijf Surmac zijn afgerond. De beide rijbanen van eerder genoemde straat zijn daardoor wederom opengesteld voor het verkeer. De Slangenhoutstraat is voorlopig nog gesloten omdat er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van OWTNC, doet een beroep op de weggebruikers om nog enig begrip op te brengen voor de ontstaande situatie. Immers, de werkzaamheden worden uitgevoerd voor een veilig en vlotter verkeer. Naast de asfalteringswerkzaamheden die vrijdag zijn aangevangen, is er ook een portaal geplaatst voor het verkeerslicht. De filevorming van vanmorgen is ontstaan omdat het project is uitgelopen. Het project moest namelijk zondag zijn afgerond. Wip verzekert dat met de geplaatste verkeerslichten er sprake zal zijn van een betere verkeersontwikkeling.